Welkom bij de Voorlichting Medewerker Business Support en Control. Deze opleiding heette voorheen bedrijfsadministrateur. Nou, tegenwoordig is er van alles veranderd: heel veel innovatie, beroepen zijn aangepast. En dat betekent ook voor dit beroep en daarmee ook voor de opleiding. Want binnen het MBO Rijland gaan wij wel mee met de tijd. Dus we hebben dat lekker ook veranderd en het heet nu Medewerker Business Support en Control. Ik ga je vertellen. Wat het MBO Rijnland is, wat doen we. Wij zijn meer dan gewoon een school. We willen dat studenten bij ons een beroep leren, maar ook allerlei vaardigheden en dat je ook ontwikkelt in je persoonlijk leven. Soms gaat het een beetje mis en daar helpen we je dan ook bij. Dat zijn allemaal leermomenten. Wij willen ook gewoon binnen het MBO Rijnland dat je je passie volgt en dat je je interesses gewoon gaat volgen. Waarom kies je voor het MBO Rijnland? Sowieso, omdat het gewoon een hele leuke school is. En wij leren jou een beroep wat bij je past. We hebben een heel breed opleidingsaanbod. Kleinschalig onderwijs. Je zit niet met duizend mensen in een, in een grote aula. We hebben een hele goede sfeer. En eigenlijk zijn we vanuit heel veel plekken goed bereikbaar en dichtbij, zeg maar. Um, we kijken wat jouw mogelijkheden zijn. En we gaan kijken wat er dan bij jou past en wat we je kunnen bieden. Persoonlijke aandacht en begeleiding hebben we voor je. En sowieso onderwijs dat bij jou past. En wat natuurlijk ook belangrijk is: we hebben ook ruimte voor extra activiteiten. Um, in normale omstandigheden gaan we lekker uh, met elkaar eten, een sportdag allerlei activiteiten zodat jij je gewoon goed kan ontwikkelen. Als we het hebben over de studierichting, is het eigenlijk heel simpel. Het is een economische opleiding en die valt dus ook gewoon onder de richting economie. Er zitten nog veel andere opleidingen bij. Je hebt ook junior account manager. Je hebt ook iets met juridisch, iets met HR. Maar bij ons is het puur het stukje economie. En dan over medewerker, business, support en controle. Waar kan je die opleiding volgen? Sowieso in Leiden en in Zoetermeer twee hartstikke leuke locaties, grote locaties, mooie locaties, dichtbij, makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, dus dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Als we kijken naar de opleiding in vogelvlucht, wat ga je nou precies leren? Sowieso ben je heel veel met cijfertjes bezig, dus we gaan kijken. Hoe je dat allemaal kan verwerken. Je krijgt les in bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, simulaties en belastingen. Nou, wat is dat allemaal? Bedrijfseconomie, dat is heel simpel. Wat je berekent bij bedrijfseconomie. Dat ga je bij de bedrijfsadministratie verwerken. Want de boekhouder moet berekeningen krijgen om daar een goede administratie van bij te houden. En dat doe je dus bij bedrijfseconomie. Stukje belastingen, want ook elke onderneming moet een belastingaangifte doen. Dus je moet daar wel iets van af weten. Simulaties. Hoe zit dat nou en wat is dat? Een simulatie is een. Vak waarbij we zoveel mogelijk de praktijk proberen na te bootsen. Zodat je al een beetje kan proeven hoe het in de praktijk gaat. Dat als je een keer op stage gaat, dat je niet denkt: wat gebeurt hier allemaal? Maar dan heb je het al een beetje gehad. We doen niet alleen alleen maar hele droge saaie vakken geven. Want we gaan je ook een beetje helpen, een beetje trainen in je communicatie. Hoe kan je iets het best zeggen? Hoe kan je het beste presenteren? Hoe ga je samenwerken in een team? Want aan het eind van je opleiding heb je dat natuurlijk wel allemaal nodig om in de maatschappij iets te gaan doen. De opleiding staat heel dicht bij de praktijk. Zodat je als je diploma gehaald hebt, kan je eigenlijk gewoon gaan werken. Want je hebt hier de theorie geleerd, je hebt de praktijk geleerd, we hebben je geholpen om jezelf te ontwikkelen. Dus je kan eigenlijk zo aan de slag. Wat maakt deze opleiding bijzonder? Um, het hele bijzondere van deze opleiding is: een MBO-opleiding is een beroepsgerichte opleiding. Dat wil zeggen dat we opleiden voor een beroep. En je kan natuurlijk ook gewoon lekker door naar het HBO. Nou, en daar zit best wel een groot voordeel, want daar kom je te zitten met mensen die van de Havo komen. Die weten helemaal niet wat zo'n beroep inhoudt. Die hebben nog nooit stage gelopen, ja ergens een maatschappelijke stage. Maar niet zoals jij dat gedaan hebt de afgelopen jaren. Dat betekent dat je een voorsprong hebt in je praktijkontwikkeling. En ook in het leren, leren. Want wij hebben je hier ook geleerd hoe je aan planningen moet maken. Hoe je dingen moet aanpakken. Je hebt veel meer examens. Dus daar heb je gewoon al een voorsprong in. Dus dat is natuurlijk gewoon echt al waarvan je zegt: Nou, ik moet deze opleiding volgen. In het kort, deze leerweg hebben we als de bol. Dat betekent dat je gewoon een fulltime opleiding doet. Niveau 4, hij duurt drie jaar. We starten altijd na de zomervakantie. We hebben dus geen tussentijdse instroom. Dus niet dat je in februari kan starten. We starten altijd na de zomervakantie. En nou ja, waar moet je aan denken als je deze opleiding wil gaan doen? Sowieso als je een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO hebt, dan gaan we ook kijken of het mogelijk is dat je kan instromen. Je VMBO-TL, je VMBO-kader en ook met je niveau 2 kan je deze opleiding doen. Een kennismakingsgesprek gaan we natuurlijk even aan met jou om te kijken, een intake noemen we dat. Van nou, hoe zit dat nou precies? Kan je dat aan? Is het inderdaad echt wat je wil? Want we willen natuurlijk wel, als je deze opleiding doet, dat je ook gewoon je diploma haalt. En we kijken ook bijvoorbeeld naar wat cijfers van Nederlands. Weet je, is je Nederlands gewoon heel goed? Je moet heel veel lezen. Je moet opdrachten lezen. Bij de simulaties moet je van een klant ook opdrachten lezen. Dus dat is best wel belangrijk dat het ook in orde is. Je loopt ook stage. Je loopt drie keer stage. En we hebben dan lintstages en blokstages. In het eerste jaar loop je in periode drie en vier stage. Periode drie begint altijd ergens in februari en dat duurt tot de zomervakantie. Dan heb je drie dagen school en twee dagen stage. Nou, waarom is dat? Wat je op de stage geleerd hebt, kan je op school gelijk vertellen. En wat je op school geleerd hebt, kan je op de stage gelijk weer toepassen. En op die manier kom je ook nog altijd naar school, dat je wat dingetjes kan vragen. Dat je niet gelijk denkt: Oh, ik moet opeens vijf dagen stage lopen. Vind ik dat wel leuk. Zo kan je daar een beetje aan wennen. In het tweede jaar loop je één keer stage, zeg maar één periode. En dan kom je een dag terug naar school. Dus dat betekent vier dagen en één keer terug naar school. In de derde loop je één keer stage aan het eind en dan kom je niet terug naar school. Dat is natuurlijk wel een hele leuke voor als je naar het buitenland wil. Want dan heb je gewoon tien weken dat je niet naar school hoeft en alleen maar stage hoeft te doen. Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij de stage. Als je op zoek gaat naar een stageplaats, daar helpen wij je ook bij, het hele docententeam. Dan moet je even kijken of het bedrijf erkend is. Want als die niet erkend is, wordt jouw stage ook niet erkend. Je krijgt begeleiding vanuit school, je krijgt begeleiding op je stageplek. Nou ja, en wat ik al zei, natuurlijk ook. Stage in het buitenland, die mogelijkheden zijn er ook. Hoe ziet het MBO-onderwijs eruit? Wij proberen het minder schools te laten zijn dan wat je gewend bent op de middelbare school. We proberen te zorgen dat je wat zelfstandigheid krijgt. Je stage zit erbij. We hebben heel overzichtelijk het schooljaar in vier perioden ingedeeld van tien weken. En aan het eind van die periode heb je dan ook nog een examen of een toetsweek. Elke periode wordt eigenlijk afgesloten met een voortgangsgesprek met jou, waarin we de resultaten bespreken, zodat je dus een overzicht hebt van de resultaten die je behaald hebt. En als het zo is dat je iets heel erg moeilijk vindt, dan gaan we ook kijken hoe we je daarbij kunnen helpen. Misschien een hulpuur of je krijgt extra opdrachten. Op die manier proberen we dat te doen. We willen wel dat je best wel wat dingen zelfstandig gaat doen, maar daar helpen we je gewoon altijd bij. Welke vakken krijg je? Er zijn een aantal standaard vakken, dat noemen we de generieke vakken. Dat is Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan, burgerschap en je mentoruur. Je mentoruur is geen vak, maar het is wel verplicht omdat het ook een begeleidingsuur is, waarbij we jou gewoon heel goed willen beleiden, begeleiden in jouw opleiding. Beroepsgerichte vakken die je krijgt, nou, heb ik net al een beetje verteld. Je krijgt bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, belastingen. Je krijgt ook een stukje wettelijke procedures met betrekking tot de administratie. Uh, hoe lang moet je een administratie bewaren? Wettelijke procedures met betrekking tot de belastingen, dat moet je gewoon wel weten. En je krijgt praktijksimulaties op het gebied van bijvoorbeeld urenregistratie, debiteurenbeheer, inkoopboek, kasboek. Alles wat je dus gewoon in het echt, als je stage gaat lopen, wat je daar gaat doen, daar bereiden wij je alvast op voor. We hebben ook nog keuzedelen. Voor een niveau 4 opleiding is het zo dat je 720 uur aan keuzedelen krijgt. Nou, hoe is dat verdeeld? Je krijgt één klein keuzedeel van 240 uur en een groot keuzedeel van 480 uur. Je krijgt dan één keer per week voor het kleine keuzedeel. Twee uurtjes, en voor het grote keuzedeel is dat vier uur per week. Afhankelijk van hoe dat verdeeld is, maar in elk geval 720 uur aan keuzedelen. Uh, dat, en wat zijn die keuzedelen? Nou? Nou, je kan gewoon kiezen of je iets verbredends doet. Dus wil je wat meer de diepte ingaan met bedrijfsadministratie, kies je een keuzedeel wat daarbij past. Maar voor hetzelfde geld wil je hartstikke leuk Arbo en Fit gaan doen en dan ga je dat doen. Dus dat is allemaal wel mogelijk. Wat zijn de verwachtingen? Uh, je vindt het leuk om te werken met regels en wetten. Je vindt het leuk om te werken met cijfertjes. Je bent zorgvuldig. Je bent ook sociaal, want je moet heel veel dingen in een team doen. Je hebt cijfermatig inzicht. Je weet hoe belastingen en regeltjes werken. Wat kun je van ons verwachten? Goede begeleiding. We gaan je uitdagen. En je hebt ook nog ondersteuning van het onderwijsservicecentrum. Wat is jouw toekomst? Nou, een aantal hele leuke doorstroommogelijkheden. MBO staat voor beroepsopleiding. Dus je kan gewoon gelijk aan de bak. Lekker werken. Maar je kan ook doorstromen naar een vervolgopleiding op het HBO. Um, om daar eventueel verder te gaan in dit onderdeel. Maar je kan zelfs met dit onderdeel als bodempje, als basis... kun je ook een andere opleiding kiezen. Dus je kan daar best wel wat kanten mee uit. De kosten... Dat vind je allemaal op onze site op het MBO Rijnland. Er staat ook een keuzehulpmiddel uh, zeg maar, voor je studie. wanneer er nog andere voorlichtingsactiviteiten zijn. Alle info vind je op onze website. Als je gekozen hebt, meld je aan. Wij wachten op je. Dus ik zou zeggen, gewoon doen. Aanmelding en toelating. Als je eindelijk je keuze hebt gemaakt en je wil heel graag bij ons komen, let erop dat je dat voor 1 april doet. Want wel willen jullie natuurlijk wel heel graag verwelkomen hier. Zorg dat je weet wat de minimale eisen zijn, die kan je allemaal op onze website vinden. Let daar even op. Als je aanmeldt na 1 april, dan kan het wel zo zijn dat we gewoon vol zitten en dan kunnen we je niet garanderen dat je de opleiding van je keuze kan volgen. We nodigen je wel altijd uit voor een intake, voor de instroomactiviteiten en om te kijken waar we je dan eventueel wel kunnen plaatsen. Er zijn een aantal opleidingen met een beperkt aantal plaatsen. Kijk of het ook geldt voor de opleiding van je keus. Het hoeft niet alleen de opleiding te zijn. Soms zijn er op een locatie wat minder plekken. Dus let daarop en zorg dat je inderdaad ook echt voor 1 april gaat aanmelden. En als je ons wil volgen, we zitten op Facebook, op Twitter, op Instagram, op LinkedIn. Ik zou zeggen, zoek ons op en schrijf je vooral in.